Welkom. Ik sta hier aan de achterzijde van de uitgebouwde tussenwoning aan de Panjostraat 9 in Uden. En op de achtergrond ziet u meteen een van de belangrijkste pluspunten. Het speelveldje wat beschut gelegen is tussen de huizenblokken. En ook het speeltuintje op de achtergrond. De poort is overdekt. En aangebouwd aan de berging is de veranda. Deze woning staat trouwens al op internet, Funda, en op onze eigen website van de loonmakelaardij. Dus ik zal er snel doorheen lopen, dan kan het filmpje ook kort blijven. Heeft u het snel gezien. Speelkamer is daar nog gecreëerd en de tuindeuren nodig uit om binnen te komen kijken. Dus laten we dat maar meteen doen. Je ziet hier een moderne laminaatvloer in de woonkamer. Schuifdeur naar de speelkamer. Lichtstraat. De keuken zit nog op de originele plek, maar wel vernieuwd. Al het stukwerk is vernieuwd hier. De tussenduren zijn vervangen door een nieuwe deur met een profieltje erop. Ook de hal is opnieuw betegeld. Nieuw stukwerk. Ook de toiletruimte aan de grond is vernieuwd. En om u daarvan een indruk te geven, neem ik u mee naar de badkamer. Want daar is dezelfde tegel gebruikt. Kijk, een ruime inloopdouche. Op de achtergrond achter mij twee wastafels. Royaal lichtbad, het plafond is verlaagd en er zijn spotjes in aangebracht. De hele eerste verdieping is voorzien van een moderne laminaatvloer, ouderslaapkamer, twee kinderslaapkamers aan de voorzijde en hier is nog een trap en daarachter zit de vaste trap naar de tweede verdieping waar ook nog een slaapkamer is gecreëerd en waar de keten hangt. Wat ook de moeite waard is, de voormalige badkamer is verbouwd tot een zeer royale toiletruimte met een wastafelmeubel. Ik verwacht zo meteen de eerste mensen, die hebben al gereageerd, dus wees er snel bij. Het is een instapklare woning zoals u ziet, kan heel snel gaan, maar ik leid u graag rond. Morgen een preview van een mooie 201 kapper in Uden. Graag tot ziens, dag!